Hoi allemaal, vandaag heb ik weer zin in een make-up tutorial en ik zat te denken aan zon en brons en peach, dus dat gaat het worden vandaag. Zoals je ziet heb ik nu nog niks op, ik praat een beetje anders want ik ben weer enorm verkouden. Ik dacht om nou weer de hele tijd niet te filmen, dat schiet niet op, dus we gaan er gewoon mee werken. Het snot loopt in ieder geval niet uit mijn neus, dus dat scheelt, maar je hoort het dus wel aan mijn stem. Als eerst even mijn haar achterover doen. Ik ga zo meteen naar de kapper. Nou, zoiets. Ik heb al primer opgedaan. Ik heb ervoor de Nivea Men Sensitive Scheerbalsem gebruikt. En die is nu lekker plakkerig. Voor foundation ga ik twee foundations mengen. De Too Faced Born This Way. Omdat ik die kleur gewoon heel erg, die past gewoon een beetje bij mijn lijf nu. En ik vind het een super mooie foundation, maar hij is nog net iets te donker. En ik vind hem voor nu ook iets te dekkend. Daarom mix ik hem met de MAC Studio Face & Body Foundation in de kleur N1. Dus. En deze heb ik trouwens in de kleur Natural Beige. En die is nu net iets te donker. En wat ik zei, hij is dus net iets te dekkend. Mix ik tussen mijn vingers en dan breng ik het aan. Ik kijk ook wel eens filmpjes van, Australische YouTubers. En die doen altijd enorm veel fake tan. Of ze zijn gewoon bruin. Maar vaak is het fake tan. Dat zie je ook wel aan hun handen dan. En dan zijn ze dus helemaal een soort van super bruin lijf. En dan hebben ze een heel wit gezichtje. En dan doen ze dus een foundation op die ongeveer 100 tinten donkerder is. Want dan matcht het hun lijf. Maar dat ziet er altijd zo gek uit. En dan zit ik altijd te denken. Mijn verschil tussen bruin en niet bruin is sowieso niet zo groot als ik. Dus mijn gezicht krijgt ook wel sproetjes en zo, maar en ja, ik gebruik ook wel, zeg maar, ik heb nu ook wel iets van zelfbruiner op, maar het verschil is niet zo heel erg groot. Maar bij hen is dat verschil zo groot dan, omdat ze zo graag zo'n hele donkere kleur gebruiken, maar ik denk altijd, dat is toch gek als je dan je gezicht afwast en zo, dan heb je ineens zo'n wit hoofdje. En dan zit ik te denken dat de Amerikaanse beauty bloggers en vloggers die dat niet zo vaak doen. De Engelsen ook niet zo. Dat zie je echt. Ja, of misschien degene die ik volg niet. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb het gevoel dat het echt iets heel erg Australisch is. Dan wat concealer. De Estée Lauder Double Wear. En die gebruik ik voor wat roodheid en wat onzuiverheden. Eigenlijk heb ik één pukkel en mijn neusvleugeltjes die altijd wat roder zijn. Neusvleugels. Mijn Maybelline Eraser Dark Circle is bijna op. Gelukkig heb ik komend weekend een barbecue met degene die altijd de spullen uit Amerika meeneemt. Waaronder deze concealer. En nog een aantal hele leuke nieuwe dingetjes. Dus nou ja, die gaan jullie echt wel voorbij zien komen. Ik kan weer niet wachten natuurlijk. Och. Maar deze neemt ze dan altijd mee gewoon uit de drugstore. En de rest is dan allemaal van Sephora. Echt love deze concealer. Baal altijd zoals hij op is. Maar net op tijd. Concealer die ik trouwens ook veel gebruik de laatste tijd is deze. Dit is de Bourjois Radiance Reveal. Ik ga hem nu ook gebruiken. Alleen normaal doe ik hem ook vaak gewoon zonder er eerst nog concealer onder te doen. Alleen nu niet, want ik heb vannacht heel slecht geslapen. Want ik had echt een enorme kriebelhoest. Dus nu had ik echt wallen tot op mijn knieën. Inmiddels is Niels ineens wakker geworden, veel eerder dan verwacht. Maar hij ziet er niet echt uit alsof hij nog gaat slapen. Dus ik heb een hele mooie constructie gemaakt. Nu zit hij voor het raam in een wasmand. Maar dat klinkt ongezelliger dan het is, want ik heb helemaal een dekentje in gedaan. En hij zit nu met allemaal van die bakjes waar je wasmiddel in doet te spelen. Schone natuurlijk. Dan zit hij ondertussen naar buiten te kijken. Dus ik hoop dat het niet al te ingewikkeld wordt. Hé Niels? Nee.
Ik heb mijn handen gewassen en nu ga ik de Kiko Sculpting Touch Stick gebruiken in de kleur 200. En die gebruik ik een beetje om te contouren. Niet te veel. Het moet wel een beetje een zomerse look worden. Dus dan wil ik niet al te heftig in de make-up. Maar het is wel een beetje een avondlook. Dus dat zag ik zo voor me toen ik erover nadacht. Ik heb hem dus nog niet eerder gemaakt. Ja, ik heb natuurlijk alle producten wel eens gebruikt. Maar ik heb hem nog niet eerder gemaakt. Ik heb hem gewoon bedacht in mijn hoofd. Dan wenkbrauwen met het Anastasia, met de Anastasia Brow Wiz. Niels is me echt vol verbazing aan te kijken. Wat is die nou weer allemaal aan het doen? Dus sorry als je soms wat geluidjes hoort. Ik heb hem heel gewoon eventjes de speen ingelaten. Kan hij ook rustig wakker worden. Hij heeft eigenlijk nooit de speen nodig buiten zijn bed. Maar als hij nog rustig aan het wakker worden is, dan kan het wel. Kan ik nog even filmen. Teken ze gewoon even bij. Vandaag is helaas niet zo'n zonnige dag, maar er zijn er toch een aantal heerlijke zonnige dagen geweest. En daardoor was ik helemaal geïnspireerd. Het is een vrij droog foundation, dus ik hoef hem verder niet af te poederen. Maar ik ga wel een beetje bronzer toepassen en daarvoor gebruik ik deze. De Maybelline Terre Indienne Bricks Bronzer. In de kleur 1 blons. En dat is deze. En ik begin dus met gewoon de bronzer. En die breng ik aan met mijn kruidvat. Of mijn kruidvat, mijn Essence Kabuki. Als oogschaduwbasis ga ik voor een crème-kleurige oogschaduw, of een crème oogschaduw. Deze is van Kiko. En dit is de Cream Crush Lasting Color Eyeshadow in nummertje 6. En dat is een hele mooie bronzen kleur. Dit soort crème dingen breng ik graag gewoon aan met mijn vinger. Niels zucht ervan. En die breng ik als basis aan op mijn bewegend ooglid. Dit vervaag ik een beetje richting mijn crease met de MAC 217. Met de MAC 217. Dus mijn stem viel even weg. Dan pak ik het Revolution pakket en palet. De Ultra Eyeshadow. En dit is Ultra Professional Eyeshadow Flawless. Volgens mij heeft die verder geen andere naam. En hier zitten gewoon heel veel kleuren in. Maar ook heel veel bronzy kleuren. En ik ga voor deze mooie, beetje rosé, gouden, bronzen kleur. En die breng ik aan met mijn Morphe M422. En die breng ik aan over de kleur die ik net al heb aangebracht. Zo wordt die wat intenser. Oh ja, had ik al gezegd dat ik een beetje smoky wilde doen. Vervolgens pak ik deze kleur. Ook bronzy, iets minder shimmer, maar nog steeds wel een beetje shimmer, maar dat vind ik wel mooi. En die breng ik aan in mijn buitenste V. Heel lang geleden dat ik
volgens mij een tutorial deed waar ik mijn buitenste V aanzette. Vroeger deed ik dat altijd en ja, nu doe ik vaak niet het donkerste stukje aan de zijkant. Om een of andere reden, ik weet het niet. Ik weet niet of je het kan zien. Kijk of je het kan zien. Oh, nee. Ze is net weg. Missen stond achter het bed. Dan pak ik dit kleine eyeliner kwastje. Dit is de Wingliner van Zuffa in 317. Of de 317 Wingliner. En dan ga ik weer in die glanzende kleur. En die breng ik aan onder mijn oog. Ik doe dat niet te strak. Sorry voor wat geluidjes tussendoor. Ik doe dat niet te strak. Ik doe het gewoon een beetje smoky dus. Ik gebruik in mijn binnenste ooghoeken de Nekt Emit Makeup. Ik weet het niet. Ik noem hem altijd maar wat. Highlighter die ik altijd in mijn binnenste ooghoeken graag gebruik. En die breng ik aan met mijn Sephora kwastje uit zo'n rijsetje. Ga ik daarna in de gouden kleur en die meng ik een beetje met die gele kleur. En die breng ik aan in het binnenste gedeelte. Het is wel een smoky look, maar het moet wel lekker fris en zomers zijn, vind ik. Dan ga ik nog even goed blenden met de MAC 217. Dan is het tijd om mijn wimpers te krullen. En dat doe ik met mijn HEMA wimperkrultang. Dan is het tijd voor mascara. Ik gebruik de Rimmel Volume Colorist Mascara. En dat is een mascara die je wimpers langzaam een beetje verft. Ik heb een review van online staan op blondebeautyfashion.nl als je dat leuk vindt. Doe ook altijd eventjes, je doet altijd zo, maar doe ook even van achter naar voren. Want dan heb je ineens een stuk meer wimpers. Ik ga er overheen met een waterproof mascara. Dit is de False Lash Effect mascara van Max Factor. Voor wat extra smoky effect gebruik ik de Urban Decay Naked 24 Hour Glide On. En ik heb hier eentje aan met twee zijden zoals je ziet. Een bruine en een zwarte kant. Ik gebruik de bruine kant. De bruine kleur is Whiskey. En die gebruik ik onder mijn wimperrand en in mijn waterlijntje. Op mijn onderste wimperrand bedoel ik. En dan zeg maar op mijn bovenste waterlijntje. Niet op mijn onderste waterlijntje. Omdat het al heel intens wordt en dat vind ik dan weer net te heftig. Meestal doe ik op mijn bovenste waterlijntje doe ik het voor de mascara, omdat ik dat gewoon makkelijker vind werken. En dan kan je hem zo mooi goed tussen die wimpers doen en dat is nu wat lastiger. Dan ga ik door met blush en daarvoor gebruik ik diezelfde bronzer, alleen dan gebruik ik de bricks kant zeg maar. Daar ga ik gewoon doorheen met mijn Zuffa blush kwast. En dat geeft gewoon een mooi glowy bronzed effect. Dan wenkbrauwgel. De L'Oreal Artist Brow Plumper. Brow Artist Plumper, andersom. En als lipkleur gebruik ik deze. De Bourjois Paris Color Boost en dit is de kleur Peach on the Beach. En dan is dit mijn uiteindelijke bronzy look. Heerlijk voor een zomeravond. Maar goed, het is nu gewoon een zomerse dag en ik ga hem ook gewoon dragen. Ik denk dat bij de kapper denk ik, zo die is er klaar voor. Maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie geen last hebben gehad van Niels. Dat jullie het alleen maar gezellig vonden dat hij er
stiekem een beetje bij was. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Ik draag hem dan of gewoon zo. Of ik draag hem zo.